Uber driver saw me that I was in drag and he said, no, I'm not gonna drive you because you're not a real person. Verschillende drag queens zijn woedend omdat ze tijdens de Pride afgelopen weekend door Uber-chauffeurs zijn geweigerd. En dat is zeker niet de eerste keer. Ik ben gewoon ook een mens hoor. In 2018 trok drag queen Jennifer Hopeless al aan de bel toen een taxichauffeur haar niet wilde meenemen. Na het incident tekenden alle Amsterdamse taxibedrijven en de gemeente Amsterdam een intentieverklaring om discriminatie tegen te gaan. Is er sindsdien iets veranderd? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk is het gewoon nog erger, denk ik, geworden. Volgens hem zijn er zeker 4 drags geweigerd door een taxi tijdens Pride, onder wie Svetlana zelfs 2 keer. While I was going to my performance at the one of the clubs here in Amsterdam, so I've been refused on my way there and then on my way back as well. Ook drag queen Johan Hoel laat via Facebook weten hetzelfde te hebben meegemaakt tijdens de Pride. We bellen hem op zijn werk. Told me that I was a fake person. I was not a woman or a man, so I'm fake and he doesn't drive me. When somebody say to me from you're not a real person, that hurts me. Uber doet onderzoek naar de incidenten en laat weten. Discriminatie om wie je bent en hoe je eruit ziet is onacceptabel en ik vind het zeer verdrietig dat dit is gebeurd. Daarnaast worden chauffeurs die discrimineren gelijk van het platform verwijderd, aldus Uber. Toch vinden de drags het opvallend dat het zoveel gebeurt en dat ook nog eens tijdens Pride. Especially when you're opening Uber and they have all this like rainbow, you know, thingy, or when they're coloring your trip in the rainbow colors and say we're providing a safety for each and everyone. Seems like a pinkwashing or something like this, you know. Verschrikkelijk. Overal zie je regenboogvlaggen door de hele stad. Maar tegelijkertijd is er heel veel homofobie. Nog steeds in Amsterdam en Nederland, helaas. Yeah.